is een groot politieonderzoek aan de gang in Zeddam in Gelderland. Er is vanmorgen een dode vrouw gevonden in haar huis. De politie sluit een misdrijf niet uit. Nadat de vrouw dood in haar huis was gevonden, is een verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het een familielid is. En op een gegeven moment komt de politie naar buiten. Met een van de zoons met de handboeien om wat afgevoerd. En die schreeuwt steeds van dat krijg je van als je niet met elkaar praat. En nog even later komt de ambulancepersoneel komt weer naar buiten toe en die laai je alles rustig in. Nou, dan denk je, wat is raar. Maar op een gegeven moment komt steeds meer politie, recherche en die zetten alles af. En dan, dan krijg je geen goed gevoel. De buurt in Zeddam is geschrokken. De dode vrouw staat bekend als actief en vriendelijk. De technische recherche van de politie is begonnen met een groot onderzoek om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er zijn zwarte schotten om de woning geplaatst. Maar op dit schoolpleintje was op het moment dat de vrouw om het leven kwam een aantal kinderen aan het spelen. De politie heeft ze direct naar binnen gebracht en volgens de directeur van deze basisschool hebben zij niet veel meegekregen van het incident.